Onderzoekers kunnen organen kweken in het lab. De regeneratieve geneeskunde kan menselijk weefsel kweken. En Chinese wetenschappers hebben de genen van een menselijk embryo in het lab aangepast. Het zijn wetenschappelijke mijlpalen, maar ze komen niet zonder bezwaren. Medisch ethicus Annelien Bredenoord onderzoekt hoe de biotechnologie verantwoord kan innoveren. Bij de ontwikkeling van een nieuwe medische technologie of een nieuwe interventie is het belangrijk als er al nagedacht wordt over de consequenties voor patiënt, maar ook voor de maatschappij in een heel vroeg stadium. Het liefst op het moment dat die techniek nog ontwikkeld moet worden. En daarom doen we wat we noemen ethisch paralleelonderzoek. En dat betekent dat we op het moment dat het idee of de technologie nog in het stadium van het lab zit, dan gaan we samen met patiënten en artsen en onderzoekers kijken we hoe kunnen we nou op een ethisch verantwoorde manier die techniek verder ontwikkelen. Nou, een van de ontwikkelingen waar we momenteel onderzoek naar doen is de ethische aspecten van een nieuwe generatie genetische testen, Next Generation Sequencing. En kenmerkend aan die testen is de vroegere genetische test kan je vergelijken met een visser op zee die één visje ving. En Next Generation Sequencing is alsof je met een sleepnet door zee gaat. En je kan je voorstellen dat je niet alleen dat ene visje vindt, dus de ene mutatie, de verandering in DNA waar je naar op zoek was, maar ook heel veel bijvangst. En wij proberen te kijken hoe kan je nou op een verantwoorde manier met die extra informatie omgaan. Nou, een van onze bevindingen is dat het traditionele model van geïnformeerde toestemming, dat dat niet meer helemaal past in een op genetica gebaseerde gezondheidszorg. En daarom zijn wij op zoek gegaan naar een nieuw model. En we noemen dat tiered consent, een soort getrapte toestemming. En in plaats van mensen over alle mogelijke genetische bijvangsten te informeren, wordt informatie eigenlijk voorgestructureerd in pakketten, in genetische keuzemenu's. En ook de Gezondheidsraad heeft dit idee overgenomen. En op dit moment zijn we dus eigenlijk op zoek naar een nieuwe manier van tiered consent. Wetenschap, techniek en biomedisch onderzoek roept niet alleen ethische vragen op, maar ook politieke vragen. Daarnaast vind ik het ook belangrijk dat er wetenschappers actief zijn in de politiek. Ik zit namens D66 in de Eerste Kamer. En waar ik als ethicus eigenlijk aan het begin van die pijplijn meedenk over de ethische en maatschappelijke vragen, als het nog in het lab is en als het op patiënten getest wordt, zo kijk ik als politicus in de Eerste Kamer eigenlijk aan het eind van de pijplijn, aan het eind van het wetgevingstraject, eigenlijk de laatste keer voordat het de samenleving ingaat.